Van der Hout aan de baan, het water erop. We gaan even met het programma. We zien op de startgrid klaarstaan. De fiets bij de divisie V. De volgende lage erin voor Bliebersweg voor 6 ronden. De eerste die daart de tweede mars met de Bliebersweg voor 845 van Peter Haagsma. De verrassing van Pieter Zijl, Haagsma. Ja, prima drijf. Alleen in de finale op de rechtse op de baan die een beetje raar ging. En we hebben uiteindelijk teruggezet in de ontwikkeling en de verrassing. Dat is Jeremy Knapp, die er vandaag niet bij is. Dat ons, ik heb hem nog niet gezien. Maar dat kan ook wel zo weer veranderen. Peter Haagsma, Wouter Sering. En dat dan precies het doel van Arno van Ierlo. Dus het daar kruier uit die dan, Jeremy van der Zand. Die ook komt ze naar positie 3. Die is van de baan van bij Wouter Sering. De tweede positie. Achteraf 145 van Peter Haagsma. Dan dat is van Jenny van der Zand. En dan komt er in 36 van Arno van Ierlo. Jeroen van Doornik. En met twee Fruitje hier. Dan de Chris Rodekiek die daar de sleutel gaat maken bij het aansnijden van bocht 1. Jenny van der Zand op de wind aanvalt bij Van Dusseling. Die gaat het in de lijn met verdelen. Daarmee terug op de ideale lijn zit. Maar dan gaat het Willem met de snelheid mee te nemen. Het wordt richting Tuinbroek. Daar gaat Van Dusseling een klein beetje naar buiten. Van der Zand. Ja, Pieter Norm aan de buitenkant langs. En gaat ze naar P2. Problemen zijn er voor de Zwanen. De kleur uit andere zoden. Wacht, ze zien wat er is heel. Dat is de man van de Zwaanvee. Haagsma, de leider. Jeremy van der Zand, de 8.5 van Wadderslik, Johan van Deurning. En dat van de 36 op de 5 op de Arno van Ierlo. Dan dat weer die van de Kees Dame, 8 zonder de nachtwagenwachter. Van Wilco Jansen uit Stinsbro. Maar het loopt weer op dat moment zelf weer een plekje opschuift. Langzaam van Wilco en Wilco proberen weer terug te halen. We gaan naar de laatste minuut van de kopbouw. Dat is de 45 van Peter Haagsma. Dat is er nog steeds op 2. Johan van Doornik op 3. En Jamie van der Zand blijft problemen te hebben. We zagen er ook al naar beneden kijken in de auto. Er ligt een klein technisch probleempje. Dat wil ook Arno van Ierlo kan aansluiten. En langzij bij Jamie van der Zand. Die terug gaat naar de P5. Cruises in de laatste ronde. Finish wacht voor de koploper. De 8.45 van Haagsma, Johan van Doornik, dat is de tweede plek, belangrijk uit Loosdrecht. Wouter Esseling wordt dan de nummer 3, gevolgd van Ierlo. Dan krijgen we Wilco Jansen, dat is het, ja, Wilco Jansen hier op de begin in die volgorde. Finish dan ook voor de 8.50 Roy van Aas, dat dan de regering van Jamie van der Zand. Die flinke punten naar binnen deze. 8.44.